En nu begrijp ik de vraag. Ja. Yes! Wat zijn uw taken zoal? Stop. Ik denk de telefoon opnemen. 100% zeker weet. Yes! Dag, ik ben Anja van der Einden, fractievoorzitter PvdA GroenLinks. Lijsttrekker nu voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het belangrijkste wat ik hier wil doen, dat u ziet wie ik ben en waar ik voor sta. Welkom bij het programma Kies, met vandaag mevrouw van den Einden. Welkom mevrouw van den Einden. Ja, voordat we met u de politiek induiken, willen we graag ook wat persoonlijke kennis maken met u. En daarvoor hebben we ook gevraagd aan u of u ons een filmpje zou willen toesturen. En dat filmpje dat mocht over alles gaan, behalve de politiek. En daar heeft u ook gehoor aan gegeven. En ik wil voorstellen om daar eventjes samen naar te kijken. Graag. Middelbare school, later in Boksel, zat ik in het eerste schoolparlement dat er kwam. Maar ik stond ook elke twee weken in een huwelijksdienst te zingen. Ave Maria. En dan heb ik twee passies waarvan ik het geluk heb dat ik die ook professioneel heb kunnen doen uitgroeien. Mijn werk is eigenlijk politiek in Utrecht al jarenlang. Ik zit in de gemeenteraad en ik kan zingen. En beide maken dat ik een gelukkig mens ben. Het filmpje gezien te hebben, dacht ik even dat u in het verkeerde programma zat. U weet dat ik niet Martijn Krabbé ben? Hoe zou ik me daarin kunnen vergissen? Nee, maar nee. U zingt goed. Jazeker, ja. Nee, ik heb het programma en ik heb ook niet het verkeerde beroep gekozen om in de politiek te gaan. Maar het waren inderdaad twee sporen. Ja, ja. Ik kon zingen als klein kind al. En vroeg zangles, vroeg op het podium. Ik heb er mijn geld mee verdiend, Nederlandse Bachvereniging. Maar ik kreeg het ook benauwd, want ik ben altijd een heel maatschappelijk geëngageerd mens geweest. Mm-hmm. En om nou al je tijd en energie te stoppen in die strot, hoe goed het ook is, ja, dat heb ik toch afgebroken. Dus ik ben toch gaan studeren en ben op een andere loopbaan aan gaan koersen. Duidelijk, ja. Ik zou u eigenlijk willen uitdagen, want ik zou wel heel graag willen horen of u hier een stukje voor ons live zou kunnen zingen. Voor een genre, dat mag u zelf uitzoeken. Oh god. Is dit lastig? Het is de Matthäus-tijd, daar gaan we naartoe. Ik zal maar geen carnavalsvlagen meer aanhalen. Ik heb de Matthäus heel veel gezongen op Goede Vrijdag, waar alle kabinetten kwamen in de jaren 90. Isu tu, my liefstes leben, meiner Seele bräutigam. Ik ben de eerste lijsttrekker die hier dat doet, hoor. Dus het wordt een heel ander soort programma. Kan de rest ook zingen dan? Nou, we hebben het niet gevraagd, maar ja, niemand heeft het filmpje ingestuurd zo waarop je kunt zingen. Dus dat is hartstikke leuk op die manier. Okay. En heel stoer dat kan u beter, maar het is stoer, dat vind ik. Ja, het is stoer om dat hier in dat programma gewoon te doen. Dus hartstikke leuk. Ja. Nou, u heeft ook al verteld dat u het ook al echt professioneel ook al heeft gedaan dan eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Dus ja. Nou gaan we een stapje maken naar de politiek. En een beetje algemene vraag. Wat houdt u zoal bezig in de maatschappij? Ja, dat is een rode draad in mijn leven. Ik ben eigenlijk begonnen met altijd niet tegen onrechtvaardigheid te kunnen. En eigenlijk voor gelijke kansen, gelijke behandeling te zijn. Mm-hmm. Dan kom je eigenlijk, zou je bij de PvdA terechtkomen. Maar ik kwam ook op het spoor van de duurzaamheid. En daar gaat het mij ook om, de gelijke kansen. Dus in het algemeen gaat het er mij om dat de boel een beetje goed verdeeld moet worden. En dan gaat het om de liefde, de waarde, de zorg en het milieu. Ja, ja. Mijn volgende vraag is eigenlijk, waar maakt u zich zorgen over? Dat zou dit rijtje zijn dan? Of niet? Wilt u nog, zegt u van, nee, er zijn toch wel andere dingen waar ik me echt wel zorgen om maak. Nu voor de komende jaren, waar ik nu naar kijk. Wat is uw visie? Het is de eerste lijn en diep daaronder, als ik diep van binnen kijk, dan maak ik me wel zorgen om de democratische waarden. Ook lokaal, nationaal, internationaal, van hoe wij de politiek moeten gaan inrichten en moeten gaan uitvoeren. En kunt u een voorbeeld geven, lokaal, want ja, we hebben het nu over lokaal, waarop u daar... ook lokaal zie ik, en dan moet ik ook voorzichtig zijn, want ik hecht en ik respecteer mijn collega's, maar ook lokaal zie ik dat er te vaak op belangrijke onderwerpen voor Boksel een tendens is dat je probeert wantrouwen te creëren
of onbehagen op een onderwerp. Een belangrijk onderwerp wat eigenlijk gewoon doorgaan moet vinden en waarop je eigenlijk al lang niet meer terug kunt komen, want het is een bestuursakkoord. En hoe gebeurt het dan? Want het is wel, het is een hoe gebeurt het? Ja, dat kun je in de raad doen. Dat kun je daar buiten doen. Dat kun je, wat we gezien hebben onlangs met Biomassaplein, doen door betrokken bewoners te mobiliseren met informatie die eigenlijk echt niet klopt. Mm-hmm. Als het gaat om Biomassaplein. Er is geen enkele sprake van mest of wat dan ook. Er zitten geen agrarische partners bij. En als je dat mobiliseert, ja, dan is de geest zo uit de fles. Wat zou uw beter plan zijn om dit dan dat, niet te je moet wel gebeuren. Kritisch zijn, want ik heb ook respect voor mijn collega's, waardoor gewoon de ambtelijke organisatie altijd scherp moet zijn. Mm-hmm. Daar heb ik respect mm-hmm. voor. Maar niet door wantrouwen te creëren, altijd als stelregel, want dan is er geen basis meer om samen te werken. En ook in de politiek moet je uiteindelijk samen een beslissing nemen. Ja. En die basis, en als je altijd op die kant gaat zitten, ja, dan ben ik benieuwd, wie wil er dan nog in de raad? Ja, nou, wie wil dan nog iets doen? Uw zorg is mij helder, wat dat betreft. Dankjewel. In uw programma staat dat u voor de komende jaren 1500 woningen voor starters en senioren gebouwd wilt zien, waarvan 30% in de sociale huursector. Mm-hmm. Welke locaties hebben jullie daarvoor in het vizier? Dat kan zijn Celissen, dat kan vooral zijn bij op Lindelust. Dat is waar Celus nu al gebouwd wordt, Lindelust. Ik gun het Liemde. Ik woon op puntje in Boksel, een appartementencomplex. Mm-hmm. Waar nu al 3 echtparen komen uit de kerkdorpen, Lennesheuvel en Liemde. Omdat ze in hun plek waar ze aan gehecht zijn, geen appartement kunnen kopen. Mm-hmm. En wat zou u dan, ja, kijk, u zegt, ja, we moeten gaan bouwen. Maar ik lees ook allerlei berichten dat er wat weerstand is. Ook vanuit de provincie die een plan heeft afgekeurd. Wat zou uw plan zijn om daar zoveel mogelijk vaart aan te maken? Moet de gemeente grond gaan aankopen nu, versneld? Wat zou u... Wij hebben als PvdA GroenLinks de motie ingediend en ook het toezegging gekregen van de wethouder dat we af moeten van die passieve grondpolitiek. Want ook daar waar in Liemde mensen bereid zijn, omdat ze het belang erkennen in Liemde, gewoon inwoners die grond hebben en bereid zijn om te praten. Mm-hmm. Daar kon een college, wat het ook deed, zich nog hullen achter. Nou, verhullen achter. We hebben een passieve grondpolitiek. We kunnen niet zelf kopen. En we hebben voor elkaar met die motie dat op maat er echt gekeken moet worden naar actieve grondpolitiek. Dat wil zeggen dat de gemeente moet kijken waar ze zelf kan kopen. En met mensen die daar bereid toe zijn, daar kan gaan bouwen. Mm. Zo snel mogelijk. En veel meer dan er nu gebeurt. Dat moet tussen de oren komen. Ja. We hebben begrepen dat u de uitkomst van de proef omgekeerd inzamelen in de praktijk wilt gaan, brengen. Alleen, ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt het programma helemaal doorgekeken. Ik heb geen idee wat het inhoudt. Zou u dat kunnen toelichten? Wat houdt dat in, het omgekeerd inzamelen? Waar gaat het over? Het omgekeerd inzamelen, dat houdt in dat wat we nu doen is allemaal inzamelen, is dat je alleen de restafval overhoudt. Mm-hmm. En dat het gewoon weer eigenlijk centraal ergens wordt geleverd en daar wordt verwerkt. Wat we nu doen, is dat we alles ophalen. Mm-hmm. Dus en plastic, et cetera. Yeah. Omgekeerd inzamelen is weer dat je eigenlijk een centraal punt hebt. Ze hebben het in sommige gemeentes, waar je weer alles wat je aan afval hebt kunt inleveren. Landelijk heeft de Partij van de Arbeid een hele flinke draai in de oren gekregen. En hier in Boksel hebben jullie het begrip GroenLinks daaraan gekoppeld. Is er nagedacht om de Partij van de Arbeid in de naam helemaal los te laten? Nee. Wil je een toelichting? Ja, graag. Ik denk, nee, dat klinkt heerlijk. Ja, het is wel duidelijk. Ja, daarom. Ja. Ja, daarom. Nee, het is een verbond. Een heel duurzaam verbond vanaf 1995. Mm-hmm. En één is gewoon loyaliteit for better and for worse. Dat is het. Twee, ook GroenLinks heeft de bewegingen gekend. Maar... PvdA, we zijn erin geslaagd om op momenten dat het ertoe doet, bij verkiezingen, kandidaatstelling of bij besluiten, hebben we groene PvdA'ers gehad en rode GroenLinks'ers. Dus er is altijd een goede mix geweest, ook bestuurlijk, van mensen die de verstandige dingen deden op momenten dat dat moest. Daarom is het een heel hecht verbond geweest. En sommige GroenLinks'ers zullen het niet prettig vinden dat ik dit zeg. Maar het is landelijk zo. Als je als GroenLinks, wij niet samen waren gegaan met PvdA, waren wij never of nooit niet in Boksel tot deze jaren hoor aan bod gekomen. In daadwerkelijk de uitvoerende politiek. Dat is alleen in de grote steden. Dus we hebben geweldig onze invloed gehad kunnen hebben. Ja, u wilt het gewoon behouden zoals het is. Is het dan, als je helemaal. Het antwoord duidelijk. Wij zien heel veel, of tenminste ik, als ik uw programma lees, zie ik heel veel het woord ware. Hè? Ware winst en ware dat. Dus dat is iets wat jullie bedacht hebben, denk ik. Ware winst, daar gaat het om, lees ik.
En mijn vraag is, ik koppel het even aan een praktische situatie en vooral ook hoe ik uw partij zo'n beetje zie. Ziet u dat ook zoveel biomassa, ware winst? Ja, juist. En kunt u dat heel zo kort mogelijk toelichten? Waarom is dat zo? Juist. Biomassa, waarom komt er nou inderdaad een biomassaplein? Omdat een aantal gemeentes met een aantal partners, Staatsbosbeheer, Natuur, Brabants Landschap, heb ik gezegd dat wat commerciële partijen verdienen aan ons, dat is snoeiafval en niet meer en niet minder verwerken, dat kunnen we veel beter zelf. Want dan vangen we twee vliegen in één klap. We ondersteunen onze eigen ambitie op duurzaamheid en datgene wat er eventueel aan verdiend wordt, kunnen we weer en aan dezelfde pot terugzetten en gebruiken. Dat is een ware winst. Maar de winst die gestuurd is, niet alleen door geldelijk gewin of financiële waarde, maar door de menselijke waarde. En wij vinden tegenwoordig de menselijke waarde, wat ik net zei, zorg, sociaal, maar ook duurzaamheid. Ja. Terug eventjes naar het principe van die biomassa, het systeem. Dus is het verbranden nee. Van hout toch? Nee, dat is het niet? Grote biomassa centrales die verbranden. Mm-hmm. Dit is een klein biomassa plein. Het gaat echt alleen om vergisten. En dat is heel iets anders dan verbranden. En het gaat erom dat die Brabants Landschap, die vier partijen, die vier gemeentes, het ecologisch, de supplement wat je over hebt aan ecologisch snoeihout, om dat beter te verwerken. En wat er goed is aan biomassaplein is, en dat moet nog concreter, daar ben ik mee eens, dat er bedrijven komen die op allerlei manieren dat snoeihout gaan verwerken. Voor energie, maar ook voor textielproducten, et cetera. Ja, goed. We gaan door met het volgende blokje. We hebben namelijk ook gevraagd aan een collega-partij in de gemeenteraad of zij een vraag voor u hebben. Nou, dat is wel gelukt hoor. In dit geval is het van het CDA. En de vraag aan u is, bent u als gedoogpartij ook de komende 4 jaar alsmaar, blijft u als gedoogpartij ook de komende 4 jaar alsmaar instemmen met vrijwel alle voorstellen van het college? Die vraag had ik verwacht. Het is een goede vraag. Mm-hmm. Als u mij vraagt, zou u het weer doen? Dan zeggen we nee. En waarom niet? Wel het principe. Kijk, wij kwamen uit de coalitie, 2 termijnen in 2014. Het programma dat er lag met SP en de combinatie 95 was ons programma. Mm-hmm. We kwamen eruit. Het gedogen was natuurlijk altijd een afspraak dat je weet op hoofdlijnen steun je, maar je weet ook op welke punten je steun terugkrijgt. Mm-hmm. En dat is iets wat niet in beeld is gekomen. Intern en in de raad hebben we heel veel invloed gehad. Door moties en door overleg dingen van elkaar kunnen krijgen. Het beeld van bekokstoven achter in de achterkamertjes. Ik denk dat we in die 4 jaar misschien 8 keer bij de coalitiepartijen zijn aangeschoven. Mm-hmm. Het zit hem veel meer in weten hoe de hazen lopen. Wat de CDA misschien nog kan leren. Maar dat is heel veelbelovend. Weten hoe de hazen lopen en je resultaten halen. En de pers. Daarom zouden we het niet doen, want in de pers werden we inderdaad continu weggezet als de gedoogpartij die als een maklam, ik zal niet zeggen naar de slagbank, maar achter de coalitie aanliep. Ja. Dus daar hebben we nog een appeltje mee te schillen. Maar zeer zeker voor de komende periode, mochten we in de oppositie komen, dan geen gedoogconstructie meer. Goed. Dat is helder, hè? Dat is het antwoord wat u eigenlijk geeft aan uw collega-partij, het CDA. We gaan door naar een ander blokje, en dat hebben wij het kiesmoment genoemd. Wat houdt het in? Nou, ik leg u zo meteen een aantal vragen voor. En op die vragen, daar mag u alleen ja of nee op antwoorden. Dat is moeilijk, ja. Dat kan ik me voorstellen. Vooral als je denkt, ik heb er een heel plan bij. Maar we willen ook graag, het programma heet ook Kies, hè, dus vandaar dat we ook hebben gezegd, dan moeten we ook keuzes maken. Maar goed, ik wil u nog wel enige ruimte geven. U mag namelijk op één van die vragen mag u nog terugkomen. Dus je moet zeggen van, ja god, dat vind ik toch wel heel erg lastig. Ik moet ja of nee zeggen, maar één vraag mag u toelichting geven. Dan ga ik u op het einde nog een keer vragen. Is dat helder? Mm-hmm. Oké. Dan ga ik u wat vragen voorleggen. Zouden raadsleden voortaan hun smartphone voor de vergadering moeten inleveren? Nee. Krijgen inwoners straks de gelegenheid om de bestuursperiode 2018-2022 te evalueren? Ja. Worden alle eigenaren van woningen verplicht om zonnepanelen te installeren? Hier wil ik op terugkomen. Om hogere inzichten te stimuleren, moet zingen een vast onderdeel gaan vormen binnen de gemeenteraad. Wilt u die vraag nog eens herhalen? Om hogere inzichten te stimuleren, moet zingen een vast onderdeel gaan vormen binnen de gemeenteraad. Oh, jammer dat ik al heb gekozen. Maar, wil ik op terugkomen. Maar alleen, ja of nee? Nee. Op het einde mag u kiezen overigens. Oké. Okay. Vindt u dat de gemeenteraad zelf het voorbeeld moet geven in respectvol omgaan met elkaar? Ja. Goed.
Dat waren de vragen. U hebt al aangegeven die vraag, maar formeel is het zo. Op het einde mag u nog kiezen. Dus als u wilt, mag u nog switchen. Nee, joh, ik doe duurzaamheid. Nee. Ja. Nou, ik zou zeggen, ga uw gang. Wil je de vraag nog eens herhalen? Dat was de vraag van, ik denk de vraag van de woningen, hè? Dat het verplicht de zonnepanelen. Hè? Oh, ja. Worden alle eigenaren van woningen verplicht om zonnepanelen te installeren? Ja, niet zonnepanelen. Ik denk wel dat willen wij de doelstellingen halen en het klimaat en Boxtel dus en energie neutraal, dan moeten we een pakket maken. We zijn ook bezig om zelf als PvdA GroenLinks zo'n concreet maatregelenpakket op te stellen. Overigens ligt er de basis al met de Boxtel energie, duurzame energienota. Maar bijvoorbeeld wel gasloos, daarom pak ik het aan. Gasloos ligt echt politiek, ook landelijk is het moment. Je moet gasloos en ook waar de onderhandelingen al lopen voor de heer Van der Wiel. We hebben nu ook een motie klaar liggen, vreemd aan de orde van de dag. Gasloos kan en moet absoluut. Dat is de basis. Maar zonnepanelen, ja, zoveel mogelijk, maar dat zou ik niet willen verplichten aan iedereen. Maar gasloos wel, vandaar dat ik die toegelating heb. Ja. Dat kan. Verplichten ook voor de mensen die nu gewoon op een gasaanstuiting zitten, of voor alle nieuwe huizen die gaan komen, die verplichten maar tot een... Niet mensen zelf, alle nieuwe huizen. Ja, de huizen hebben we het over, dus niet de mensen die nu... En dat vind ik de basis en alles daarna, zoveel mogelijk zonnepanelen natuurlijk, maar dat is een combinatie, want wij zijn voor windmolens. Ja. U weet ook de vraag die ik gesteld heb. Ja, die gaat naar de andere partij. Hoor. Prima. Ja, goed. Prima. Nou, duidelijk voor u, ja, duidelijk antwoord. Ik wil ook de kijkers bedanken voor het kijken naar dit programma. En ik wil ook vooral aangeven, ga ook vooral stemmen. En er is nog één moment voordat de echte afsluiting plaatsvindt, want u hebt nog één keer de gelegenheid om te zeggen wat u wilt. U krijgt zometeen namelijk exact 30 seconden de tijd waarop u, nou ja, u mag ook zingen, want dat heb u horen zingen. Maar wellicht dat u zegt, nou, ik wil toch nog wel iets over mijn partijprogramma zeggen. Of ik wil nog iets over een stelling zeggen. Dat is helemaal aan u. Dus ik zou zeggen, de camera is voor u. Ja, ik wil u zeggen, kies. Kies ook vooral PvdA GroenLinks. En waar het ons om gaat is, als er eigenlijk, dat krijgen we terug, als er eigenlijk twee mensen in de raad zijn die een verstandige beslissing kunnen nemen. En die kunnen zeggen, jongens, laat even de politiek voor wat die is en de waan van de dag. Maar mik op, denk aan waar het in Boxtel om gaat. Als u gewoon verstandige beslissingen wil, kies dan PvdA GroenLinks.